In 1945 is de Tweede Wereldoorlog voorbij, maar dat betekent niet dat er daar meer rust in de wereld is gekomen. Nee, de verhoudingen in de wereld zijn juist heel erg op de kop gezet, en dat heeft weer allerlei gevolgen. Nou, en die komen in deze afspeellijst voorbij, en dat heeft onder andere te maken met de zogenaamde decolonisatie. Want wat we zien is dat na de Tweede Wereldoorlog de grote Europese landen verzwakt zijn. He, dus Groot-Brittannië en Frankrijk die zijn echt aan het einde van de krachten. Frankrijk is natuurlijk voor de helft bezet geweest door de Duitsers. Uh, Groot-Brittannië heeft de slag om Engeland gehad, heeft daarna nog hard doorgevochten ook uh, tegen de Duitsers. De Engelse steden zijn gebombardeerd. Kortom, die landen moeten echt even bijkomen van die Tweede Wereldoorlog. Ja, en Duitsland is natuurlijk ook een Europese grootmacht, nou ja, dat land is gewoon totaal verslagen. Ja, en deze drie landen en ook nog een aantal andere Europese landen, hebben koloniën. En dat zie je hier op dit kaartje ook. Hè. Daar kun je bijvoorbeeld zien dat alle paarse gebieden die zijn in handen van Frankrijk zijn. En alle donkergroene gebieden in handen van Engeland. En uh, dat grote oranje gebied, daar rechtsonder op de kaart, dat is in handen van Nederland bijvoorbeeld. Ja, en al voor de Tweede Wereldoorlog is er verzet gekomen tegen de overheersing door de Europeanen in die kolonie. Ze willen meer zelfstandigheid en ze willen zelfs onafhankelijkheid voor elkaar krijgen. Ja, en wat je dan ziet is dat vanaf 1945, dus na die Tweede Wereldoorlog, het proces van decolonisatie begint. En decolonisatie wil zeggen dat kolonies onafhankelijk worden en dat dekoloniseren gaat eigenlijk in drie golven. Uh, dat begint in uh, Zuidoost-Azië en in het Midden-Oosten. Meteen na de Tweede Wereldoorlog tot ongeveer 1953, wordt er op verschillende plekken de onafhankelijkheid uitgeroepen en uh, worden die koloniën ook onafhankelijk. Daarna volgt er een hele dekolonisatiegolf in Afrika. En dat continent is natuurlijk misschien nog wel het meest gekoloniseerd. En uiteindelijk uh, het Caribisch gebied, dat volgt ook nog. Daar uh, worden ook steeds meer landen onafhankelijk van hun moederland. Maar hoe kan het dan dat dat na 1945 pas gebeurt, als ze al voor 1945, voor de Tweede Wereldoorlog zelfs, onafhankelijk wilden worden in die kolonies? Nou, er zijn een paar oorzaken voor waarom dat dus pas na 1945 gaat gebeuren. En Het eerste is dus die Tweede Wereldoorlog. Want Japan had als Aziatisch niet-Westers land laten zien dat die Westerse landen wel degelijk te verslaan waren. Want ze hadden bijvoorbeeld de kolonie Nederlands-Indië ingenomen en dus de Nederlanders verslagen. Maar dat hadden ze ook gedaan bij Frans-Indochina, waar Vietnam bijvoorbeeld in ligt. Hè? Daar waren de Fransen verslagen. Nou, dus Japan had laten zien: hé, hey, die Westerse landen, die Europese landen, die zijn niet oppermachtig. Die zijn te verslaan. Nou, dat was ook weer een stimulans voor dat nationalisme in die koloniën. En bovendien, we zagen het net al, veel Europese landen waren verzwakt, dus ze waren ook niet in staat om hun kolonie onder controle te houden. Ja, en dan zie je dus dat op het moment dat Japan zich overgeeft in de Tweede Wereldoorlog, hè, na die twee Amerikaanse atoombommen, dat de Japanners uit de kolonie wegtrekken, hè, bijvoorbeeld uit Nederlands-Indië en uit Vietnam. En uh, dat uh, de Nederlanders en de Fransen en dergelijke nog niet meteen terugkomen, ook niet in staat zijn om meteen terug te komen. En de Indonesiërs en de Vietnamezen en dergelijke, die maken van dat moment gebruik om de onafhankelijkheid uit te roepen. Japan is weg, uh, het Europese land is nog niet terug. Mooi, dan kunnen we het nu zelf gaan doen en dan verklaren wij ons onafhankelijk. Dus daarom heeft die Tweede Wereldoorlog zo'n impact ook gehad op die decolonisatie. Ja, en een tweede reden die meespeelt, waarom dat na 1945 ook heel snel gaat, is de Koude Oorlog. Wat dat is, daar komen we op een later moment in deze afspeellijst nog op terug. Maar het gaat erom dat er na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk twee grootmachten over zijn in de wereld: de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En eh, die willen allebei zoveel mogelijk bondgenoten, zoveel mogelijk invloed hebben in de wereld. En die gaan dus ook die decolonisatie steunen. Hé, hey, wij willen ook dat jullie onafhankelijk worden, want dan willen jullie vast wel aan onze kant komen te staan, toch? Dat is een beetje de gedachte erachter. Ja, je ziet dus dat het dan heel snel gaat. En dat zagen we net met die drie golven. Zeker dus in Zuidoost-Azië. Uh, maar toch zijn niet alle landen ook geneigd om snel hun koloniën op te geven. Er is echt een verschil in de houding van die Europese landen. Groot-Brittannië, dat veruit uh, de meeste koloniën heeft, dat werkt vaak mee aan de onafhankelijkheid van koloniën. Dus hun, hun kroonkolonie, hun grootste kolonie, India, uh, die wordt in 1946 uh, onafhankelijk. En de Britten laten dat ook toe, die gaan er niet tegenin. Terwijl bijvoorbeeld de Nederlanders en de Fransen zich veel meer verzetten... ...tegen uh, die onafhankelijkheid en uh, ja, er worden koloniale oorlogen om uitgevochten. Hè. Dus de Nederlanders die voeren twee zogenaamde politionele acties uit de Nederlands-Indië... ...voordat ze uh, de kolonie opgeven. En Frankrijk voert ook in diverse koloniën nog oorlog tegen de onafhankelijkheidsstrijders... ...voordat ze uiteindelijk die kolonie opgeven. Maar goed, koloniën worden dus uiteindelijk onafhankelijk... ...en dat geeft ook wel aan dat na de Tweede Wereldoorlog de macht in de wereld echt al aan het verschuiven is...